Nou, Leuk. hey everybody, iedereen die aan het kijken is of die straks gaat kijken, welkom bij onze late night talk. Dit is onze Yes. derde, waar op het moment dat we dan live gaan, derde keer dat we live gaan om het gesprek voor te zetten rondom het onderwerp van deze periode, zeg maar Black Lives Matter, racisme, alles erop en eraan. En we Ja. hebben de eerste keer, de eerste gesprek gehad, een beetje rondom gewoon de eerste reacties, rondom alles wat gebeurde, zeg maar. Dat is 3 weken geleden. Vorige week hadden we Bart die dan de talk heeft gehost samen met Gilberto en onze Mitchell Busby. En dus Mitchell en Gilberto hadden een beetje achtergrond, zeg maar een paar highlights van de geschiedenis van Nederland, in combinatie met slavernij en racisme, zeg maar. In die zin dat wij dan getriggerd mogen worden om verder ons huiswerk zelf te doen. En vandaag zitten we dan hier met weer Nancy, die het gesprek joint om haar wijsheid te delen. En we hebben dan hier en Kelly, die ook ons joint vanavond. Dus dat is super cool. Misschien is het leuk om alvast even aan te geven wat het idee is voor vanavond. We gaan beginnen eigenlijk met zometeen onszelf te introduceren. Jullie kennen ons al, maar dan ook de koppel een beetje hun verhaal horen. Rondom zeg maar dit thema en hoe zij dit hebben ervaren. Maar ook interessant van Nahir is dat hij zowel in Amerika heeft gewoond, zoals hier in Nederland, zeg maar. Dus hij heeft het van beide kanten een beetje ervaren. En vervolgens willen we dan even gaan kijken voor onszelf, maar dan ook zeg maar jullie in de chat. Praat met ons mee en we gaan straks ook de mogelijkheid geven dat jullie dan ons kunnen joinen in het gesprek, indien mogelijk. Maar dan gaan we dan kijken, zeg maar, wie ben ik in dat filmpje van George Floyd, zeg maar, vanuit onszelf als persoon. Ja, zodat we elkaar kunnen helpen, zeg maar, onszelf te interesseren, de possibilities, de kracht die erin zit, wat zijn de blind spots die je misschien afgelopen tijd voor jezelf hebt ontdekt, et cetera. En als laatste willen we ook wat tijd nemen om wat vragen te beantwoorden. Dus dat is het plan voor vandaag. We beginnen met Dancy. Dancy, mensen kennen jou allemaal. Voor de mensen die jou nog niet kennen, introduceer jezelf even. Nou, hi, ik ben Dancy. Ik ben 33 jaar. Ik werk voor een universiteit als secretaresse. Ik heb 2 kinderen, een dochter van 14 en een zoon van 13. En ik ben getrouwd dit jaar 8 jaar met Russell. Dat is een beetje wie ik ben. Ik ben geboren in Nederland, dus ja. Nice, nice. Ik realiseer me dat ik zelf niks over mezelf heb verteld. Ik ben Alessandro Veneziana. ik werk bijvoorbeeld in Church Life. Ik werk hier in Den Haag, voor City Life Church Den Haag. En ben involved in City Point onder andere. Het worship team. Ik ben getrouwd met Gabi. 2 kinderen, de derde op komst. Ik ben zelf geboren op Bonaire. Ik denk al 11 jaar geleden ben ik naar Nederland verhuisd. En dan woon ik hier sindsdien. Dus, maar daarvoor een leuke fact. Ik ben geboren op Bonaire, maar ik heb mijn eerste verjaardag hier in Nederland in Eindhoven gevierd. Dus ik heb Zo. een beetje Brabant in mij. Dus, nou, family from Pro, introduceer jezelf even. Ladies first. Ik ben Kelly Koproe en getrouwd met deze knappe man. Ik ben 27. We zijn nu net een jaar getrouwd. Voelt eigenlijk al wel langer. Dat is veel voor je. Positief trouwens. En ik werk als een sales support medewerker van een grote gas- en elektra-leverancier in Den Bosch. En ik kom sinds 2016 in City Life Church. En sindsdien ben ik daar niet meer weg te slaan. Dien ook in het worship team met heel veel plezier. En ik ben een echte Brabantse. Ik kom uit een heel klein dorpje in Brabant. Heel klein. Cool. Ik ga mijn best doen om het helemaal in het Nederlands te doen. Come on, babe. Ja, let's do this, let's do this. Nou, mijn naam is. Ja, if I mess up, I'll switch things. Het gaat wel heel snel gebeuren, kijk maar. Mijn naam is Nair Komproe. Ik ben 24 jaar oud, bijna 25. Ik ben op Curaçao geboren.
Ja, net als de Chandra zei, ik heb 5 jaar in Florida gewoond. Dus tussen 8 en 13. 8 of 9 of 7, I don't know. En 13. En daarna ben ik terug naar Curaçao gegaan. Van toen ik 19 was, ben ik hier naar Nederland verhuisd. Naar Rotterdam eerst, en daarna Den Haag, en daarna Zoetermeer, en daarna Almkerk, en daarna Tilburg. Okay. En nu zit ik hier in Tilburg, en ik zit nu 3 jaren in CLC. Eerst in CLC Den Haag, toen heb ik Kelly ontmoet. I took him to Tilburg. Dat gebeurt heel vaak, ja. En ja, nu wonen we hier samen. Getrouwd 1 jaar. Ja, yeah, we're good. Awesome. Cool. Yeah, man. Hey, laten we beginnen met een stukje van jullie persoonlijke verhaal rondom dit onderwerp. Wat kunnen jullie ons vertellen? I go first? Yeah. Okay. Yeah, this has been something that I was never really aware of it as a young kid. But then after I reached like 14, then I realized what has happened in my past and all the experiences that I had. But as you know, I lived in the States, and there I was 9 to 13. So I didn't really experience it firsthand. But until I got older, that's when I started to realize, well, wait, now I get why I would always sit with the black kids and the white kids would sit apart. Or now I get why there's only black people around me when I'm at the park. And, you know, we play these sports and other people play that sport. So there's still this kind of huge segregation between the two that I experienced in the States. And on Curaçao also, but on Curaçao it's more colorism. It's more if you're darker, then you're less. And the lighter you are, the better, more attractive, more opportunities you get. And then when I came to the Netherlands, that's when I experienced it firsthand. Being called words, the N-word, here in the Netherlands when I was living in Den Haag. And also in school, the conversations that we would have and the very, very funny jokes that they would say that everybody does. It's not even funny anymore. It's like, you know, is that all you got? And also when I moved in with Kel, when we got married, we were living in Almkerk, and there it was heavy, man. I was the only black person in the village, and you feel like the only black person in the village. When we go grocery shopping, people would stare me down. And I would try to be optimistic and think, no, maybe it's because my shirt's dirty or it's something else. But no, it was literally because I was black. Mm-hmm. And yeah, that's the difference in the bus. Oh, let's not talk about the bus. The bus was, yeah, it's the same thing. Being stared at, people always get so confused and shocked. And that's the difference between the States and and here. In the States, they're a lot more expressive with it. But here you feel it everywhere you go. It's just so, it's so dense. But now with George Floyd, with what happened, a lot of people are like, true colors are being shown. And it's kind of tough to find my place in all of it. Mm-hmm. But yeah, I guess that's a bit of my experience. How about here in Tilburg? You're in Tilburg. Tilburg has actually been, I haven't really experienced it here. It's been very good to me, actually, because of the multicultural community that there is here. There's a lot. Yeah, I'm in the city. A lot of people that, you know, I might walk down the street and hear, I walk you by, I see the Mama Daisy. Yeah, you know. I might hear that right away. And it's very comforting to be around the people that are like you and look like you. And I wish that it would be like that in more places, and not just in specific parts of cities and stuff. Yeah. Kelly, hoe is dat voor jou? Want toen je en naar je hebt leren kennis, was dat je eerste contact met iemand? Ik vraag het misschien een beetje gek hoor, maar je eerste connection en de eerste openbaring, zeg maar, hier op dit gebied, als je dan toen je naar je hebt leren kennen? Ik denk wel mijn eerste diepere connectie. Mm-hmm.
nou ja, zoals Nairo zei, waar ik vandaan kom, zijn wat is gewoon een heel klein plattelandsdorpje. En wat je merkt is dat daar, ja, alles is daar wit. En de mensen die daar wonen, die misschien van een andere afkomst zijn, zij mengen ook niet met elkaar. Dus zij blijven bij zichzelf en er zijn vooroordelen en er is een stukje afstand. Dus daar worden geen relaties gebouwd. Dus mensen zitten nog heel erg vast in een denkpatroon wat eigenlijk generaties lang door wordt gegeven. En wat ik zelf heel erg merkte, ik heb op een gegeven moment na de middelbare school best wel veel gereisd. Dus toen ben ik ook echt wel uit het dorpje gegaan en naar andere landen. En ik moet zeggen, eigenlijk dankzij het christelijke geloof merkte ik... heb je een ander soort liefde voor de mensen om je heen. Daarin merkte ik wel het verschil. Maar wat ik heel erg later besefte is dat het eigenlijk voor mij was racisme of vooroordelen. Laten we het hebben over Zwarte Piet. Was voor mij nooit een probleem totdat ik een persoonlijke relatie kreeg met iemand die daar pijn van ervaarde. Ja. En bijvoorbeeld mijn omgeving was ook heel... Die moesten even wennen aan het idee dat ik een relatie had met iemand die niet wit was. En voor mij was dat sowieso geen punt. Maar er werden veel vragen gesteld. En pas toen ging ik echt nadenken van... Toen begon het me echt te raken. En toen hoorde ik zijn verhaal. Toen ben ik echt mezelf erin gaan verdiepen. Gaan lezen. Documentaires gaan kijken. Omdat je... Uit de omgeving waar ik vandaan kom, heb je op school 2 regeltjes in een boek gelezen. Mm-hmm. En verder heb je een soort van glorification van Piet Hein en de Schippers van de Bonte Koe en alle mooie verhaaltjes. En er is zo weinig kennis, er is zo weinig onderwijs. En zolang het je niet persoonlijk raakt, ga je het ook niet zien als een probleem. Mm-hmm. En dat is wat me heel erg raakt, is op het moment dat mensen in mijn omgeving Nair leerden kennen, dat je ziet sommige harten zie je zachter worden, maar gaan dan iemand zien als een uitzondering op de regel. Mm. En dat raakt me en dat doet me echt pijn als mensen zeggen van, oh, he's a good guy for a black guy. Mm-hmm. Dus het is echt iets waar we heel lang heb ik me er niet zo druk om gemaakt en heel lang had ik er niet echt een mening over. En dat is door de jaren heen heel erg veranderd. En Nair heeft daarin ook echt geholpen. En me echt met heel veel geduld, soms met tranen uitgelegd waar dit allemaal... En ik wist zoveel niet. Mm. En dat is wat me echt raakt, is gewoon zoveel mensen die weten heel veel dingen niet. En zolang je de kennis niet hebt, gaat het je ook niet zo diep raken als dat de hele wereld nodig heeft. Ik vind het zo mooi dat je dat noemt, zeg maar, dat het pas op het moment dat je echt een persoonlijke relatie had met Nair, zeg maar, dat dat pas... Want we kunnen natuurlijk heel veel lezen, we kunnen alle informatie, zeg maar, als kennis hebben, maar uiteindelijk, je kan het ook weer heel snel weer wegschrijven. Als je dan niet, zeg maar, iemand kent die waarmee je hart-to-hart, of iemand waarom je geeft, zeg maar, of iemand die dan, dat je dan echt de keuze maakt, oké, I'm gonna sit down, I'm gonna listen. En ik hoef niet alles meteen te begrijpen, maar ik ga wel iets aan doen, zeg maar, to accept the problem. Dus ik moet niet alles per se, hoe was dat voor jou, zeg maar? Toch denk ik wel dat daar ook wel een probleem ligt, omdat de Bijbel ons oproept om onze naaste lief te hebben dan als onszelf. En daar staat nooit van, pas als je een persoonlijke relatie met ze hebt, of pas als je ze goed hebt leren kennen. Er staan geen voorwaarden aan, aangeschreven. Alleen wij als mensen, dat is hetzelfde met het coronavirus. Je ziet al die getallen voorbij komen en ze zijn hoog en het is heftig. Maar pas op het moment dat een van jouw familieleden ermee te maken krijgt, of iemand dichtbij jou, dan ga je denken, wauw, dit is serieus, dit is heftig. En dan doet het je zeer. Maar de Bijbel roept ons op om onze stem te laten horen voor degenen die geen stem hebben, ongeacht of we ze kennen. Yes. En wat ik de laatste tijd... waarin ik zelf een verandering heb gemaakt, is dat ik in mijn omgeving vaak dan niks zei.
En het maar liet gaan, omdat je weet van tevoren waar het naartoe leidt. En de events van de laatste paar weken hebben bij mij in mijn hart wel een ommekeer gemaakt van nee, we can no longer be silent. If I don't speak up, the problem is not going to be solved. Ja. Dus het is wel, ongeacht dat we mensen kennen, ja of nee, ongeacht wie die persoon is, God houdt niet meer van jou dan van die andere persoon die jij misschien niet kent. Ja. En besef denk ik dat ik bid dat God mijn hart daar nog meer voor breekt, voor degene die ik niet ken. Ja. Nancy, jij hebt ook een witte man. Ja, dat klopt. Jij hebt ook, ja. Je hebt ook, maar ik bedoel, zeg maar, jij bent ook getrouwd met een... We get you, bro, we get you. Ja, precies, we snappen het. Kijk, dat hebben we ook een paar keer gezegd. En heb ik het ook tegen mijn omgeving gezegd van, weet je, it doesn't matter. Soms zeggen we dingen die misschien niet helemaal goed overkomen. Soms zeggen we dingen die misschien niet helemaal kloppen. Dat is oké, we have mercy. We helpen elkaar, zeg maar, on the journey. Maar betrap ik mezelf dat ik soms heel voorzichtig probeer te zijn om niet de verkeerde dingen weer te doen of te zeggen, maar goed. Jouw een stukje van jouw verhaal, Dancy, jouw kant van het. Ik denk wat ik heb meegemaakt is, kijk, Russell is in een gekleurde buurt opgegroeid en zijn vriendenkring is heel gekleurd, dus. En zijn ouders ook, dus vanuit mijn schoonfamilie, zeg maar, heb ik niet echt... vanuit zijn omgeving heb ik niet echt racisme of wat dan ook meegekregen. Maar wat er... En van mijn kant eigenlijk ook niet, hoor. Maar wat er wel was, en dat heeft gewoon ook met een stukje respect of iets te maken, is dat wanneer wij op straat liepen soms, dat er dan een groep gekleurde jongens, zeg maar, zijn. En gewoon hem eigenlijk volledig ignoren voor wie hij is, puur om het feit zijn huidskleur, en het dan nodig vinden om bepaalde dingen naar mij toe te roepen, die gewoon niet oké zijn. En dat heb ik dan ook wel weer meegemaakt met mijn ex. Dus ik heb het weer van een andere kant, en daar liggen weer hele andere dingen bij, meegemaakt. En dat is meer dan wat Russell heeft. En ook vaak wat je wel krijgt uit je omgeving is van, oh, je bent met een witte jongen gegaan, want hè, die zal wel centjes hebben. Dat is gewoon, hè, you're securing your future. Ja. En dat is zo wrong. Want voor mijzelf, ik ben niet zo opgevoed. Maar het is dan heel raar dat mensen denken, really? Is dat het enige waar je naar kijkt? Omdat je nu dus een wit persoon met een zwart persoon ziet, dus dan zal het daar wel om gaan. Weet je wel, vooral ik als vrouw dan, als een zwarte vrouw, die dan met een witte man gaat, dat ik dan de gekste vooroordelen, zal wel dominerend zijn, en zij heeft wel de broek aan thuis, en hij is daar alleen maar voor het geld, weet je wel, dus dat zal wel goed zitten. Nou, kan jullie al vertellen, ik leerde Russell kennen toen hij net 18 was en bij de McDonald's werkte, dus zoveel geld was er niet. Dus, weet je, maar dat zijn dingen die mensen dan niet weten, maar dat is wat ze zien en dat is dus wat ze denken. En ook vanuit mijn familie zijn er wel dingen gezegd, maar niet mijn directe familie, maar meer bijvoorbeeld zussen van mijn oma en dat soort dingen, dat je de raarste verhalen kreeg, dat je denkt van, oh, hoe doe je dit? Maar omdat ik denk ik vanuit mijn directe familie en vanuit zijn directe familie daar niet mee te maken had. En mijn karakter zelf ook is van, nou ja, je zoekt het maar uit met jezelf, stoort het me niet. Plus, omdat ik, daar had ik het laatst met een vriendin over, misschien heb ik heel veel ook niet gehoord, omdat ik op een gegeven moment er doof van werd. Ik werd gewoon doof voor bepaalde opmerkingen, voor bepaalde gedragingen die mensen hadden naar mij toe. Ik negeerde dat gewoon. Of weet je wel, wat Kelly ook zei, dan negeer je het maar gewoon. Ja. En ik heb dat eigenlijk veel te lang gedaan. Ook omdat je jezelf gewoon moet aanpassen en je hebt zoiets van, ja, I need to survive. Dus just to keep the peace of wat dan ook. Ja. Hou je maar gewoon je mond. Ja. Dus, dat is het voor mij eigenlijk een beetje. Maar wij hebben zelf niet in onze directe omgeving
zeg maar, dat zo meegemaakt zoals Kelly en Nahir dat hebben meegemaakt. Mm-hmm. Maar een beetje wel van die opmerkingen of wat dan ook, waar je denkt, ja. Yeah. Whatever. Cool. Nou, thanks for sharing. Ik denk dat dit jullie verhalen ook mensen willen helpen, zeg maar, om somehow een eye-opener te hebben, zeg maar. En dat duidelijker worden. Ja. Hey, als we het hebben, zeg maar, over het filmpje. Het filmpje hebben we allemaal wel of deels gezien, zeg maar. Persoonlijk heb ik het niet nog nooit helemaal gezien. Ik denk niet dat ik het ooit ga doen. Ik denk het ook. Maar stukjes ervan, vooral zeg maar, in het nieuws, en dat ze dan zeg maar, bepaalde stukken ervan noemen. En, maar ik heb laatst nog een fragment gezien van een talkshow, zeg maar, hier in Nederland. En er is een guy die aangeeft van, weet je, iedereen is iemand in dat filmpje. Ik ben iemand in dat filmpje, jij bent iemand in dat filmpje. Iedereen in Nederland is iemand in dat filmpje. Als ik die vraag stel, zeg maar, vanuit jullie perspectief, wie ben jij in dat filmpje, volgens jou? I guess you guys are waiting for me. I was waiting, like, is he going to point someone out? Yeah. Or... It was... I thought we were having a conversation, so jump on. Well, you know, today was the first time I also actually sat down and watched the video, because ever since it happened, it's like I've heard this so many times. I've watched a bunch of videos to the point where it started to hurt me a lot. I mean, when I talk about Eric Garner, when I watch the news things about Trayvon Martin and Mike Brown and Ahmaud Arbery, there's just so many of them that, yeah, it just, it always just hits home. And one thing that I realized with this George Floyd video is that I really am George Floyd. And the reason why I identify with George Floyd was because for a long time, I really tried to disconnect myself with being black because I was over it. I even noticed how the way I speak Dutch was formed to not sound like I'm from Curacao, because that's not gonna get me anywhere. Mm-hmm. And that's a serious issue for a lot of people. And I just kind of disconnected myself from that blackness because I was over the struggling and fighting for it and screaming. Even since I was like 14 or 15, I believe, I broke down in tears because I'm like, why are people that are black just being killed? Like, what is that? And then I dug deeper into it and I realized that I could have also been any of those people. That could literally be me. So what happened was, the reason why I say that I identify with George Floyd was because that moment that I saw the video, or no, not the video, but the moment I, because when it happened and the protests and everything, I just needed to find some time to just kind of, you know, pull back and not think. Mm-hmm. But then one day Kelly sat me down and asked me in the ear, so what's going on? And I broke down. I just broke. And that was the moment that I realized that I am so black and that I am also George Floyd. That's why it broke my heart, because I see myself in him. Mm-hmm. I see myself in him completely. A lot of times you feel like you can't do anything. In a moment like that, I also wish I wasn't black. So there's a knee on my neck. A lot of times you feel like you can't move, you can't breathe. If you say one thing wrong, the whole world gets mad at you and then you're a victim. If I want to talk about something that hurts me, there's all these people that are ready to shut me down and be like, no, I can't breathe like that. I can't say what I want to say. You're hurting me, you're on my neck, you're on my chest, I can't breathe, but you're, and you're just not letting me. So,
just symbolically, physically, just a lot of things I identify with George Floyd in that video. Yeah. Cool. Thanks for sharing me. Yeah, man. Kelly? Ja, het is confronterend om jezelf een plekje te geven in die video. Mm-hmm. En ook omdat je de pijn voelt en je voelt de pijn ook van mensen die zo dichtbij je staan. En het breekt echt je hart. En als ik mezelf ergens moet plaatsen in de video, dan zou ik heel graag de held in de video willen zijn die die politieagent van die band af short en die daar de hele boel redt. Maar guess what? Er waren geen helden in deze video. Mm. Er was niemand die echt iets deed. En dan, als ik mezelf ergens moet plaatsen, dan hoop ik dat, dan zie ik mezelf op zijn minst roepen of schreeuwen. Of, maar wel, je ziet ook mensen weer terugtrekken uit angst voor die politieagenten die daar staan, die ook op ieder moment iets heel onverwachts kunnen doen. En ik denk dat dat ook wel iets is wat heel vaak bij mij ook leeft, is soms zeg je er maar niks van, omdat je weet de irritatie en de discussie en de woede die het op kan roepen bij mensen. Het raakt bij heel veel mensen raakt het iets. Het is een, het zit ergens toch heel diep bij heel veel mensen. Zeker ook bij witte mensen. Waar komt je frustratie vandaan? Dus dan identificeer ik me het meest met die mensen die daar staan en die geen actie ondernemen uit angst voor die politieagenten, uit angst voor wat er kan gebeuren, maar die wel roepen en die wel zouden willen dat het anders is. Ja. Ik moet zeggen dat ik voor mij persoonlijk, zeg maar, dat dit hele George Floyd incident en de movement daarna, zeg maar, het is somehow, en ik denk dat waarschijnlijk ervaren jullie dat ook, zeg maar, dat je toch op een of andere manier dat er nu wel gehoor voor is. En ik ben degene eigenlijk die meestal het allemaal wegschuifde. Ik stond misschien wel aan de zijkant en ja, ik was altijd, mijn vader zei altijd, zeg maar, loop weg van problemen. Dus ga niet waar bij iets te bemoeien, niet, zeg maar, loop weg, zorg dat jij veilig bent, zeg maar. Dus ik was altijd degene die dan of wegliep of wegkeek, omdat ik zo opgevoed werd, zeg maar, om te voorkomen dat ik zelf in de problemen kom. Ik wil ook nooit, zeg maar, I didn't want to be the guy die het weer erover gaat hebben en dat het dan aan de kant van het negatief overkomen, zeg maar. Dus I just wanted to adapt myself, not to be a problem for anyone. En gewoon maar meegaan en niks zeggen, want je kan er toch niks aan veranderen, zeg maar. Ja. En met dit hele movement, zeg maar, was het voor mij een alsof een hele zware, zeg maar, gewicht van mijn schouder afviel, last van me afviel. Dat ik dacht, oké, ik mag erover hebben, ik mag iets voelen, ik mag iets zeggen, zonder dat ik dan, omdat ik bang was, zeg maar, om negatief gelabeld te worden, of dat ik, ik heb een open, mensen zouden niet denken, maar ik heb een open die gewoon wit is, blauwe ogen, komt uit Europa, zeg maar, dus als kind heeft hij mij altijd gezegd van, hey, Chandra, je moet je altijd gedragen. Je moet je, you have to behave, omdat je door je huiskleur zit je al in een nadeel, zeg maar. Dus hij was nooit racistisch tegenover mij, zeg maar, of dat hij dat met haat deed of wat dan ook. Maar somehow, ik besef dat ik denk dat hij mij wou beschermen in zo'n sens. Maar de dingen die hij heeft gezegd, zeg maar, tegen de 8-jarige Richando, zeg maar, heeft wel heel diep geraakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik constant, zeg maar, in ook als volwassen man, soms een functioneer of probeer te denken vanuit mezelf beschermen als die jongetje van 8, 9, 10 jaar oud, zeg maar, die zich moet aanpassen, die ervoor moet zorgen, zeg maar, dat hij zich goed gedraagt en dat hij de goede dingen zegt en dat hij geen problemen veroorzaakt en maar meegaan, zeg maar, met de flow. Just to
to have peace, zeg maar. En, ja. Dus dat is mijn, mijn persoonlijke ervaring, zeg maar, dat daarin. En ik heb wel gemerkt, wat ik net zei, weet je, deze seizoen heeft wel heel veel ruimte gegeven voor alle kanten, zeg maar, van mensen die zwart zijn, die niet durfden, die niet iets durfden te zeggen, zeg maar, dat ze wel, they started speaking up. Mensen die altijd iets hebben gezegd, dat ze zich gehoord voelen. De witte mensen die dan niks durfden te zeggen, die wel beetje bij beetje iets proberen te zeggen, of de anderen die dan weer op een of andere manier hun journey doen, zeg maar, om to dig into the history of it, to read, to listen to each other, en dat ze dan ook hun eigen meningen hierin gaan vormen en loslaten van het denkpatroon van die ze hebben meegekregen van generaties achter generaties. Hey, straks, mensen kunnen ook, als je wil, kan je ook in de chat laten weten, zeg maar, met welke persoon, hoe zie jij dit, zeg maar, van jouw kant, zeg maar, wie ben jij in het filmpje? Dancy, van jou, hoe jouw kant? Ik heb het filmpje natuurlijk niet helemaal gezien, maar van wat ik heb gezien en van wat ik heb gehoord, zijn er voor mij, zeg maar, twee dingen. Aan de ene kant kan ik me heel erg identificeren met George Floyd. En dat heeft ook te maken met dat ik een moeder ben van een zwarte jonge man. En je daarin soms echt het gevoel hebt dat je inderdaad verstikt wordt en niet gehoord wordt. En je ziet gewoon dat soms laten mensen jou denken dat jij gek bent. Maar je ziet gewoon dat ze heel anders met hem omgaan dan met wie dan ook. En tegelijkertijd zijn er ook, denk ik, situaties in mijn leven geweest waarvan ik, wat ik net al zei, dat ik het onderdrukt heb en dat ik dus aan de kant stond, ook omdat ik heb geleerd van een loop weg van problemen, maar ook gewoon, je wilt inderdaad niet de persoon, weet je wel, je wordt vaak heel negatief weggezet als zwart persoon op het moment dat je er wel wat van vindt en dat je wel wat zegt. En eigenlijk het gevoel wat ik altijd kreeg, en dat is wel eens gezegd, niet altijd uitgesproken, maar soms wel, is van eigenlijk zou ik gewoon dankbaar moeten zijn. Hè? En just shut up. En wees gewoon dankbaar en doe gewoon wat jij moet doen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik er altijd voor heb geprobeerd dat mensen niks op mij aan kunnen merken. Weet je wel, het zij op school, weet je, in je gedrag. Zorg dat je gewoon netjes gedraagt, lach niet te hard. Zorg dat je altijd op tijd bent. En het zijn niet altijd hele slechte dingen, maar de gedachtegang daarachter is wel fout. Ja. Weet je wel? Jij wilt niet de zoveelste zwarte persoon zijn waar ze iets op aan te merken hebben. Dus zorg je er dus voor dat jij beter je best doet dan de rest. Dat jij ook met sollicitaties. Kijk, ik heb dan mazzel dat ik een Nederlandse achternaam heb. Tenminste, mazzel. Ik weet niet of dat mazzel is, want dat heeft weer, is weer te traceren naar de slavernij. Maar ik heb een Nederlandse achternaam. Wat voor mij er wel voor heeft gezorgd dat ik bepaalde kansen heb gekregen die ik niet zou hebben gekregen als ik geen Nederlands achternaam heb gehad. En dat weet ik omdat vriendinnen van mij die geen Nederlandse achternaam hebben, bij hun werden bepaalde deuren niet geopend, terwijl we gewoon allemaal dezelfde papieren hadden. En dat zorgde er wel voor dat je dus zag van, dan zien mensen jou en dan is het wel van, hey, oh, weet je wel, zij, wat Kelly net ook zei, zij zien jou dan als de uitzondering. En dat heeft voor mij wel gezorgd dat ik vaak gewoon me stil hield. Soms wel bemoeide. Dus in dat filmpje, ik denk dat ik overal wel een keer in voorkom. Gewoon in het hele filmpje. Ik heb soms gewoon aan de kant gestaan en niks gezegd. Ik geloof ongetwijfeld ook dat er mensen daar waren en weggelopen zijn omdat ze geen problemen wilden. Dus daar kan ik me ook in vinden. Ik kan me vinden in George Floyd op de grondbed, gewoon een knie in zijn nek en dat je gewoon niet meer kan ademen en gewoon ook niet meer weet wat je moet doen en je gewoon hulpeloos voelt, want er zijn eigenlijk zoveel mensen daar en niemand kan je helpen. En dus en nu ook voor mij als moeder, dat je dat gevoel, zeg maar, soms hebt. En tegelijkertijd wat Kelly ook zei, er is geen held in het verhaal. En als ik mezelf een beetje ken, en toen ik George Floyd ook zag, ik dacht gewoon aan mijn broertjes, aan mijn vader en aan mijn eigen zoon. En ik denk van, ja, als het een van hun was geweest, ik zou geen tijd hebben gehad om te filmen. En ik denk dat ik of zelf ook daar een nek in mijn knie had gekregen,
of dat ik was opgepakt of wat dan ook. Want zo diep raakt het mij. Weet je wel? Ik kan gewoon zien van, wat als het had gewoon mijn broertje kunnen zijn. Het had gewoon mijn vader kunnen zijn. Het had mijn kind kunnen zijn. En als ik daar dan stond, zou ik dan zo toe blijven kijken? En dat probeer ik altijd dan te doen. Maar dat is wat mij het meest raakte. Dat het gewoon een van mijn familieleden had kunnen zijn. En dat iedereen daar maar stond. En zichzelf ook blijkbaar hulpeloos voelde. En niks kon doen. En that hurts. Meestal vragen mensen zich af. En ik heb... ik ben blij met de mensen om me heen, zeg maar, die ik zie, zeg maar, zowel zwarte als witte mensen die echt iets aan doen en hun, hun activeness, zeg maar, rondom alles wat gebeurt. En je ziet bijvoorbeeld, ik ga geen namen van programma's en bedrijven noemen, maar jullie weten wat ik doe, zeg maar, van dingen die gebeuren. People speak up. En je ziet het ook, zeg maar, dat bedrijven het niet meer accepteren, zeg maar. Maar als we het even, gewoon ook even dichtbij houden, zeg maar. Wat kunnen zwarte mensen doen? Wat kunnen witte mensen doen? To build bridges. En om een antwoord te zijn, zeg maar, voor verandering. Ik denk zelf... Of oh. Dancing, sorry. Nee, ga maar. Kelly, speak up. Speak up, speak up. I will... Kelly, wat je doet. Nou, ik denk een van de gesprekken die wij met elkaar hadden was hoe Nair aangaf wel op te zien naar bepaalde sociale evenementen. Waar hij dan, ja, vooral in mijn omgeving is. En zeker in deze situatie waarin er gewoon de gesprekken komen makkelijk op gang. Want iedereen heeft ervan gehoord, iedereen is ermee bezig. En dat bij mij heel erg het besef kwam van, nee, maar jij hebt echt al genoeg gepraat. Het is nu mijn beurt. En het is nu mijn beurt om mijn mond open te doen en ervoor te zorgen dat hij zichzelf niet hoeft te verdedigen. Maar ook gewoon in het openbaar, ook publiekelijk. Er was hier in Tilburg een demonstratie en Nair kon daar helaas niet naartoe. Toen zei ik, ja, maar ik ga. Omdat ik voel heel erg van, oké, zeker voor de witte mensen. Er was een super, super goed filmpje, werd er gedeeld op Instagram over een vrouw die gediscrimineerd werd aan de kassa en niet serieus genomen werd tot haar witte nicht of zus het overnam en voor haar opnam en er werd een manager bijgehaald. En dat, omdat het heeft zoveel kracht als wij als witte mensen het op gaan nemen voor hen die gediscrimineerd worden, die te maken krijgen met racisme. Want uiteindelijk denk ik dat als wij echt onze stem laten horen, dat gaat andere mensen wakker schudden. Dus ja, ik denk als ik het heel dicht bij me haal, ik heb de laatste tijd meerdere keren ben ik het gesprek wel aangegaan. En dat is echt soms heel moeilijk. En soms heb je ook het idee dat je niks bereikt. Maar het feit dat je al iets zegt en dat je al iets triggert bij iemand, dat je iemand aan het denken zet, dat kan al zoveel doen. Dus ik denk, als ik het wil, ja, ik denk echt, het is echt tijd voor mensen om zich te laten horen. En zeker, zeker de witte mensen die, en zeker de witte christenen, die moeten zeker niet stil blijven nu. Weet je wel, dit is, je hebt nu de ruimte, je hebt nu... Er is nu een tijd voor verandering. Het kan. Weet je wel, we zitten op. Dit is echt een moment. Een soort momentum waar je een gesprek kunt gaan. En ik denk dat er daardoor heel veel dingen kunnen we doorbreken als wij onze stemmen gaan laten horen. Dus ja. Cool. Hey, een vraag voor jou ook, Kelly. Want ik heb het een paar keer voorbij zien komen. En dat je hoort het hier en daar, zeg maar. Ze zeggen van, white people, use your white privilege. Wat is je reactie daarop? Ja, ik denk inderdaad dat dat een beetje hetzelfde is als wat ik net zei. Is van, op het moment dat ik mijn mond open doe, heb ik het... de privilege dat ik heel veel eerder heel serieus genomen word dan iemand die niet wit is. En op bepaalde plekken waar ik kom, zal ik eerder
ja, gerespecteerd worden misschien, ja, dan iemand anders. En ik denk, gebruik nu de privilege die je altijd hebt gehad. Word je daar bewust van en ga het gebruiken als een soort van kracht tegen racisme en tegen discriminatie. Mm-hmm. Ja, zet het om in ja, een kracht om iets te doorbreken. En, maar ja, je moet je daar eerst wel bewust van worden dat je het hebt. Mm. En bewust worden waar, in wat voor situaties dat je daar... dat je dat heel duidelijk hebt. Als je dat niet ziet, dan kun je er ook geen gebruik van maken. Mm. Op de juiste, maar dat, ja, ik geloof zeker dat dat nu, ja... Start using the privilege the right way. Nancy? Yeah. Ik denk dat het voornamelijk het belangrijkste is dat juist omdat er zoveel wordt gezegd en dat er heel veel denkpatronen van beide kanten niet echt oké zijn en mensen heel gauw in hun feelings zeg maar kunnen schieten, dat we nooit moeten vergeten dat wat we ook zeggen en doen, dat we dat doen vanuit genade en liefde. En op het moment dat jij merkt dat je te veel in je feelings gaat zitten, distancieer jezelf van het gesprek of zeg gewoon van, hey, laten we hier even mee stoppen met praten, want het wordt te veel. Waarom? Je wilt ook niet dat dit ten koste gaat van al je relaties. Mm. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Tuurlijk, je zal echt wel relaties verliezen, denk ik. Ik bedoel, laten we gewoon heel realistisch zijn. Maar wij als christenen onder elkaar, laten we spreken vanuit liefde en genade. En wat ik de laatste tijd ook vaak voorbij zag komen van, ja, cancel die. Dat is niet de kingdom culture die wij aan het bouwen zijn. Wij cancelen mensen niet. Weet je wel, Jezus heeft ons ook nooit gecanceld. En wij gaan ook niet mensen cancelen. We spreken vanuit genade. En wanneer mensen fouten maken en hun excuses daarvoor aanbieden, dan accepteren we dat ook gewoon, want we zijn allemaal on a journey. Yeah. Weet je wel? En dat ik denk van, ja, wat als Jezus zo met ons zou omgaan? Luister, je maakt weer een fout. Cancel jou, zoek het uit. Dat kan niet. En we moeten dat ook altijd proberen te blijven onthouden van, hey, weet je wel, God heeft ons zoveel genade gegeven, elke dag weer opnieuw. Ja. Weet je wel? En die genade is niet alleen voor onszelf, maar ook om het te geven aan anderen. Ja. En juist nu is het cruciaal dat wij niet mensen gaan cancelen en niet, het is makkelijk om via social media of wat dan ook bepaalde dingen te roepen, maar ga met iemand er een gesprek aan. Ja. Bouw een relatie, weet je wel? Nee, zo'n relatie, maar probeer het van de andere kant zeg maar te zien. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij niet moeten vergeten dat wij zijn kingdom culture. En wij cancelen mensen niet. Punt. Amen. Ja. Maakt niet uit wie of wat je bent. En er is daar gewoon genade. En ook op het moment dat mensen jou niet willen begrijpen of het anders zien, heb gewoon respect voor die mensen. We hoeven het er niet mee eens te zijn, maar we gaan elkaar niet respectloos behandelen. Nee. Laten we gewoon altijd met respect met elkaar om blijven gaan. Ja. En iedereen in zijn of haar waarde laten. En ik denk dat dat voornamelijk heel belangrijk is. Ja, ja, zeker. Nice. Zo ga ik ermee om persoonlijk. Elke keer weer in mijn hoofd van, hey, wacht even. Mm-hmm. Weet je wel, schiet niet in je gevoelens. Iemand die komt ook ergens vandaan. Sommige mensen vinden alles heel heftig en ik weet niet wat. En die denken, nou, wat overdrijf je nou? Mm-hmm. En dat mag, dat kan je zo vinden, want jij bent mij niet. Jij bent niet zwart geboren, dus jij weet niet wat ik voel. Mm-hmm. Dus dat zijn wel van die dingetjes waar we denk ik rekening mee moeten houden. En ik probeer dat ook elke dag weer voor mezelf. En ook naar mijn kinderen toe. Mm-hmm. Dat te zeggen, weet je wel. Ik hoef het niet met iedereen eens te zijn. Maar we blijven altijd respectvol naar mensen. Ja. En soms is het gewoon goed om jezelf te distancieren. Ja. Iets om een relatie te redden. Of gewoon keep your peace. Ja. het is oké om boos te zijn. Het is oké om zeker te zijn. Maar dat je dan niet vanuit die emoties zeg maar gaat reageren en gaat handelen. Nee, laat het even zakken voor jezelf. En guard your heart. Don't block it, guard it. Ja, mooi, dat is wel belangrijk. En stel de juiste vragen. Ga niet iemand patsboom erop en jij bent fout. Hey. Nee, dat kan niet. Op zo'n manier kom je nergens. Maar ik denk dat het, volgens mij had ik een gesprek met Mitchell. En die zei tegen mij, dat heeft me echt geholpen laatst in een best wel lastig gesprek wat ik had. Die zei, ga eens vragen waarom. Ja. Mm.
waarom denk je zo? Waarom post je dit? Waarom reageer je zo? En ga eens proberen om erachter te komen waar die persoon zijn denkbeelden en patronen vandaan haalt. En dan kun je echt een gesprek gaan voeren. Ja. Ja, hey, we gaan zo meteen naar de vragen. Dus ik wil iedereen eigenlijk vragen om nu even je vraag weer te copy-pasten en te posten. Dan gaan we even naar hier en dan hoef ik niet in het hele chat weer te gaan kijken. Maar dan kunnen we even naar hier jouw kant zeg maar even horen en dan gaan we naar de vragen. Dus mensen die een vraag hebben gesteld, doe het even copy-pasten voor mij wat makkelijker. En dan weer opnieuw posten. Naar hier. Yeah, Kelly and Nancy really basically answered the question very well. I agree with it completely. There's this picture that was taken at a protest in Brixton earlier this week of this black man who was protesting, and there was a white man that was against him that got hit in the head or something, or he fell over and they were gonna, you know, if they left him there, he could have lost his life. And this guy picked him up and was carrying him to safety while other black guys were protecting the guy carrying him, so the one that was against them could actually be safe. And I always love seeing these things in just the spiritual side of it, because again, this is a war, and this fight isn't flesh and blood. Yeah. This man didn't see that white man as somebody against him. Yeah, the guy might have been against him, but he wasn't against him. No. But this problem with racism and the conversations that we're trying to have isn't because we're trying to tell you that you're racist and that you're wrong and that you should be changing and that there are people that are not consciously trying to be racist. And we're not saying that you're racist. Mm-hmm. There are just structures and systems that are made, and even conversations that are being held, and jokes that have been tolerated, and whatever it is, for a bunch of different reasons, if it's just shame, or if it's just avoiding problems or things getting worse, that have caused this kind of construct where, yes, it is a racist thing, but you're not being a racist. It's not against you, but there's something about it. There's a spiritual side to it. Mm-hmm. It's a spirit. And we've had conversations with people where we would address this, and you can see just in their eyes that they get so triggered by the fact that we're talking about this, and yeah, something else kind of consumes them, and they get so like, no, but it's not me, or it's not against you. And I think that picture paints it beautifully. And that's how I also deal with it. Whenever I talk to somebody about it, I want to know what you feel. I want to know how you think about it. But again, like what Nancy said, can we have some respect? Yeah. You know, just listen to me. I wasn't calling you a racist. Yes, I know that this has been a tradition, but it's not, you know, I'm trying to talk to you about the tradition. It hurts. If you keep pinching me, I'll say, ow, can you please stop? A normal person would stop because it hurts. Mm-hmm. You know, I'm not asking you to keep, you know, stop pinching me. And you're like, no, but this is what I want. This is how I do it. Mm-hmm. And we're just trying to tell you, hey, listen to us. It's not against you. I do not want to hurt you. I do not want to offend you. There's just something that's going on right now, or has been going on. Yeah. And we would really appreciate it if you can just listen to us and understand where this comes from. Because when you're doing those jokes, you're talking about my great-great-grandmother that was also a slave. You're talking about my ancestors that also had to come here in ships. You're talking about my history that's a part of me. And there was this really cool quote. Wait, let me see if I can remember it. It was something like, if I, what a way to start a quote. if I'm still suffering from if I'm still suffering the consequences of my past, then you also need to own up
to the consequences of your past. It was something like that. Mm-hmm. So it's, you know, you can't just, you know, turn your face and act like it's not there. It's there. That's why we're feeling it. Yeah. Yes. But yeah, just that picture. That picture is what I see. I love everybody. I see color because that's yes. God also sees color. We're there's not colorblind. Black. No. There's nothing wrong with being white or Asian. Nope. If you say, you know, I don't want to offend you because, you know, no, just say I'm black, period. That's, there's nothing wrong with it. This is who I am. I'm not dark skinned, I'm black. You know, so yeah, anyway, thank you. Nice. Hey, ik zie dat Jus Beer zo zeg maar een hele mooie statement heeft gegeven, zeg maar, ook een beetje op wat Dancy net heeft genoemd. As Christians, we don't cancel people, we cancel systems, yeah. Principalities and destructive mindsets. Ik vind die echt heel krachtig. Obi-Wan. Zo goed. Hey, een vraagje. Ik probeer even de vragen te doen. We gaan een paar minuten waarschijnlijk gaan een klein beetje uitlopen. Dus, maar goed. Dancy, wat doe je als iemand echt niet wil luisteren en vasthoudt aan zijn of haar racistische denkbeelden? Als iemand niet wil luisteren? Ja, en vasthoudt aan zijn of haar racistische denkbeelden. Bid voor die persoon. Meer kan je niet doen. Blijf van die persoon houden en bid voor die persoon. En vraag God gewoon om die persoon uit. Maar ik heb dat in het eerste gesprek ook al gezegd en ik ga het nu weer zeggen. Mm-hmm. Wij zijn er niet om mensen te veranderen. Alleen God kan mensen veranderen. Wij kunnen alleen een tool in zijn handen zijn en dat hij door ons heen kan werken. Maar als mensen het niet willen en daaraan vast blijven houden, just love them. Ja. Blijf voor ze bidden en vraag God dan om gewoon nog open deur of wat dan ook te geven of desnoods voor iemand anders. Maar als iemand echt niet wil luisteren, blijf gewoon voor die persoon bidden. Ja. Cool. Ik heb hier een vraag van iemand, iets wat praktischer zeg maar. Dus ik heb een vraag over wat ik heb meegemaakt toen ik jonger was. Wat als je in elkaar wordt geslagen door je kleur, hoe reageer je? Als een christen, dus ik heb het laten gaan en was volwassen en heb het laten gebeuren, maar wat zouden jullie doen? Laat nou hier maar antwoorden. Ik ga naar hier. I remember somebody said this, I forgot which preacher said. If you look in the Bible, before they went to the garden where Jesus had to pray before Judas betrayed Jesus, Jesus told Peter to bring a knife. It's in the Bible, bro. I'm telling you. He said, "Do you have the knife with you? Do you have your skin with you?" And he said, "If you don't have one, make sure you have another one just to be sure." And I'm not saying that Jesus is promoting violence. That's not what I'm saying at all. But there is the counter of this second. No, I'm telling you. Check it in the Bible. It's in there. But there is nothing wrong with defending yourself. Yes. If somebody is gonna hit you, I'm not saying that you're supposed to go all mad and hit him back, but you are allowed to defend yourself. Do not take that. Really, if somebody's gonna push you, push him back. Push him back. Especially when it's about your skin color or the way you look or your outward appearance and stuff like that. Mm. Jesus, flip tables, man. Mm. Flip a table. Yeah. Don't get killed. Kelly, what are you doing? Flip a table. I mean... I'm not really the type to fight, but I would cry. Nee, ik weet je, God is wel een rechtvaardige God. Mm. En er staat in de Bijbel staat dat God zegt, mij komt alle wraak toe. Ja, dus we mogen dat bij God laten, we mogen het loslaten. Maar als iemand jou onrecht aandoet, dan ben ik het eens met wat Nair zegt. Je mag voor jezelf opkomen, je mag jezelf verdedigen. En daar is helemaal niks mis mee. Ik denk dat meer mensen zichzelf beter zouden moeten verdedigen en sneller hun mond open moeten doen. Heel veel mensen laten het makkelijk over zich heen lopen. Omdat je dat is iets wat je jezelf aanleert. Van oh, laat maar gaan. Maar weet je, gladde rug. Maar nee, soms moet je gewoon op je strepen gaan staan en zeggen, nee, dit is het, dit accepteer ik niet. Geen seconde langer. Als jij mij niet respecteert,
dan kan ik helaas niet meer met jou omgaan. Ja. In elkaar geslagen worden is dan wel weer, dat is gewoon onrecht. Dat is echt onrecht. En ik zou gewoon zeggen, weet je, dat verdient niemand. Ja. Dat verdient niemand en je kunt je op dat moment niet verdedigen. Ja. En dat is puur onrecht. En ik hoop gewoon dat, ik hoop gewoon dat die persoon een relatie heeft met God. En het in zijn hart kan vinden om die personen te vergeven. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Ja. Dat vraag ik begin. Nee. I remember just now as we were talking about it, that I too got beaten up. Afterwards, I realized that it was about my skin color, but I was at church, ironically. Mm-hmm. It was a big church. And I was in a park in Florida. I was in the church had a park. That's how big it was. And there were these kids that came up to me and started pushing me. And then they started beating me up, but then my little sister had to come and jump in and be like, leave my brother alone. Don't touch my brother. Yeah, my sister, she's always been there. And from my side, I think it is very, as the victim, like Kelly said, it's injustice. It's not fair. And especially when you can't do anything back, especially when you don't have the opportunity or you're not strong enough to fight back or do something back. And bro, I just want to say, God is a healer and he can really heal and comfort you and all these things. And he can take all these things, just like Joseph was beaten by his brothers. And he can turn that all around for a bigger purpose in the future. And I think it's also very important, a conversation that we've been having the whole time, is that we need to speak up for injustice. Have people around you too. Have my little sister that, if you're there for somebody to go and fight for you. We're in this together. We're fighting this together. Yeah. Or like that man that was carrying the white man in London. There were people around him protecting him also back so he can get to safety. So, fight back. Er is een vraag specifiek voor jou dan hier. What restored the love for your skin color? Wow, that's a great question. I think when definitely happened when George Floyd passed, when he was murdered, and I saw people coming up, and I saw people speaking up. I saw my people speaking up. And when I started to identify with George, and when I broke down and I'm like, God, like, forgive me for not loving myself the way you created me. Forgive me for not seeing me as who you made me, a black man. And in all the podcasts and videos that I watched and how people are coming up, people of color, showing pride and no, this is who I am. And then I also was like, yeah, but that's me too. That's me too. I belong to this. I'm not separated from it. Mm-hmm. I belong to it. And I think that was the thing that really healed me through just God working in my heart and telling me, Nair, this is how I made you. There's nothing to run away from, nothing to be afraid of. You're made perfectly in my image. Yeah. And also just having my friends around me, people that I can call all the time that are also black to tell me, hey, Nair, stop talking nonsense, bro. Like you're good. You're good. You're okay. This is who you are. It's okay. I'm always here for you. It's okay. It's okay. So, it was my friends around me and just seeing the unity of the black community around the world. Yeah. Ik denk dat het belangrijk is om sowieso mensen om je heen te hebben, zeg maar, die uplift je. En soms dat je dan ook soms dingen zegt of doet vanuit emoties, dat die mensen ook je kan corrigeren. Yeah. Maar ook die mensen die ook dan weer, zeg maar, omdat ze je zo goed kennen, zeg maar, kunnen ze je ook helpen, zeg maar, met je blind spots of je gebieden, zeg maar, in je leven waar nog een bepaalde weakness heerst. Hey, dit is een vraag voor jou.
En ik denk dat het ook interessant is voor jou, Kelly, en hier. Want straks als jullie een kleine hier en een kleine Kelly rond hebben lopen. How do you take your kids on the journey and keep the conversation open with them? Tips voor parents, zeg maar, dus, van alle kanten van het verhaal. Ja. Ik heb zelf mijn weg daarin moeten vinden omdat ik niet zo ben opgevoed. En ik vind communicatie heel belangrijk. Maakt niet uit in wat voor relatie ik dan ook heb. Is het met mijn man? Is het met mijn vrienden? Is het met mijn kinderen? Communicatie is belangrijk. Dus wees wel... Je kijkt natuurlijk ook naar de leeftijd, maar wees wel eerlijk. Ook als er dingen, zeg maar, gebeuren. Ik weet dat wij een situatie hier thuis hadden. En toen was mijn zoontje 4. En die kwam dan thuis... En die wilde graag wit zijn en alles. Nou, dat doet je wel iets. Want je denkt, ja, waarom hou je niet van wie jij bent? En dan ga je gaat daar wel over in gesprek. Van, hè, maar hoe komt dat dan? Waarom denk je dan zo? En zo neem je ze eigenlijk mee. En naarmate ze ouder worden, zien ze natuurlijk ook wel dingen. En dan moet ik ze ook gewoon vertellen van, ja, helaas de wereld waar we in leven... werkt zo en zo en zo. Maar wij gaan niet zo met andere mensen om. Bijvoorbeeld wat ik ze meegeef is van... wij baseren mensen op hun karakter, niet op hun huidskleur aan te gaan. Ik heb mijn kinderen gewoon neergezet en gevraagd van... hey, hebben jullie dat filmpje gezien van George Floyd? Ja? Wat deed dat met jullie? Wat vind je daarvan? Dus het is altijd wel gesprekken voeren voor mijzelf... ik bid eigenlijk, en dat heb ik meer bij mijn zoon dan bij mijn dochter, bid ik elke keer dat hij maar veilig thuis mag komen en dat er niet iets onderweg gebeurt, dat hij niet wordt aangehouden of dat hij een stel oudere jongens tegenkomt, niet van zijn huidskleur, en dat ze het nodig vinden om iets van hem af te pakken of wat dan ook. Dus dat zijn ook dingen waar ik met hun en voornamelijk met hem over praat van... Het klinkt heel gek, maar ik moet hem ook meegeven. Gedraag je gewoon, kom gelijk naar huis. Probeer gelijk te bellen als er wat is. Neem je telefoon op als ik bel. Ga niet zomaar ergens naartoe zonder dat ik het weet. En natuurlijk als ouder wil je dat wel, maar bij mij komt het er ook nog eens bij. Ja, mensen kijken gewoon anders naar hem. En hij kan gewoon eerder overkomen als een bedreiging zonder dat hij dat eigenlijk is. Wees eerlijk, denk ik. Wees eerlijk, blijf voor je kinderen bidden en blijf het gesprek met ze aangaan. En soms zal je gewoon, maar dat is altijd in parenting. Je zal moeilijke gesprekken aan moeten blijven gaan. Maar laat je kind wel trots zijn op hoe God hem of haar heeft geschapen. En dat daar niks mis mee is. Maar dat er mensen zijn die daar wel anders over denken. En dat is oké. Maar je respecteert die mensen, je hoeft het niet met ze eens te staan, maar je respecteert die mensen wel gewoon voor wie zij zijn, want ook zij komen ergens vandaan. Ja. Dat vertel ik mijn kinderen eigenlijk. Even voor de mensen die meekijken, we hadden net een technisch probleempje, dus de broadcaster die crashte hier, dus ik moest het weer even openmaken, dus dan zijn we waarschijnlijk een kort deel van jouw uitleg gemist, Nancy, maar geeft niet. Ik denk dat het in het begin en het einde ook gewoon hele goede dingen genoemd zijn. Ja. Voor jullie, Komproes, een van jullie die iets hierover wil zeggen? Ik denk dat we er wel veel gesprekken al over gevoerd hebben. Hopen zeker in de toekomst dat God ons zo'n wonder schenkt. Ja. En een van de dingen wat ik heel bijzonder vond is deze week zag ik een post online over de term halfbloed. Ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. En dat eigenlijk ook te maken heeft met de term blank. En dat halfbloed dus eigenlijk is gewoon maar, je bent maar voor de helft van zuiver bloed. En die term hebben we gelijk weggegooid. Gaan we niet meer gebruiken. Dus dat wordt dubbel bloed. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om kinderen te vertellen over wie ze zijn. En daar heel veel waarde aan te hechten.
en heel veel waarde aan te geven. En zeker, ja, bewuste keuze ook om in de stad te wonen. Ook om een omgeving te bieden waarin kinderen andere kinderen kunnen leren kennen die op hen lijken. En waar de kans groter is dat zij wel echt geaccepteerd worden voor wie ze zijn. Je wil dan toch een zo veilig mogelijke omgeving bieden voor je kind. Dus maar we hebben het wel veel over. Ik heb een vraag die een beetje aansluit op wat je net zegt, Kelly. Dus de vraag is hier, zeg maar, in de stedelijke omgeving leeft dit onderwerp nu veel meer dan daarbij, dus volgens deze persoon die het vraagt. Wat is er voor nodig, denk je, om mensen wakker te maken op plekken waar het nog niet leeft? En wat kunnen wij zelf doen? Want jullie hebben nu, zeg maar, gekozen om in een grote stad te wonen, maar je hebt toch bepaalde plekken in Nederland, zeg maar, die nog op dit gebied zomaar achterblijft, zeg maar. Die, Nou ja, wat ik wel durf te delen, ik heb een onwijs lieve oma en die houdt heel veel van me hier. Maar op het moment dat wij daar op visite gingen, voor de eerste keer, was het de allereerste keer in haar hele leven dat ze een gesprek had met een persoon die niet wit was. Mm-hmm. En dat is mijn oma. Zo heel oud is die vrouw niet, dus dat verwacht je niet. Maar daarom denk ik dat het wel heel belangrijk is voor mensen zoals ik, die eigenlijk uit een klein dorpje komen, uit een hele witte omgeving komen. Weet je, je kan natuurlijk, het is heel logisch dat je naar een stad gaat, zeker als je die omgeving wilt voor je toekomst. Maar het is zo belangrijk dat we het ook mee naar huis nemen en ook mee naar onze omgeving nemen en ons niet daar weer aanpassen naar waar we vandaan komen. Nee, dat je daar ook laat zien van waar je voor staat en dat je ook daar je mond open doet. Ik denk dat heel veel mensen die uit die mindset gebroken zijn, zij zijn degene die precies weten hoe die mindset werkt, hoe die gedachtegang werkt. En dan heb je ook zeker wel iets meer te zeggen. En dan heb je ook makkelijker, dan kun je makkelijker het gesprek aangaan. Dus ik denk wederom, ga het gesprek aan. En alleen dat, nou, je gaat niet terug daar naartoe om dorpjes te bezoeken om daar te vertellen over racisme of discriminatie. Dat is aan mij om daar naartoe te gaan en te zeggen, dit is hoe we het altijd gedaan hebben en vanaf nu moet het anders. Amen. Ja, yeah, thank you. Her mom is also crazy like that. Just like this. Ja, mijn mom is crazy. Cool. Hey, thanks guys voor jullie investment, zeg maar, zoals Bart het heel goed zegt. Het is geen offer, het is een investment. Ik denk dat heel veel mensen maar baat hebben aan dit gesprek. En we kunnen natuurlijk nog langer gaan, nog meer vragen beantwoorden. Maar ik denk dat het goed is om ook te gaan afronden. Hebben jullie een laatste bemoediging, laatste woord? Ja, ik heb wel iets en dat las ik gisteren. En dat is heel kort. Is even in conflict, may I see people as beloved instead of problematic. Dus ik denk dat dat wel goed is. Dat wat er ook gebeurt. En waar je ook terecht in komt, dat we mensen gewoon als geliefden zien. Ja. En niet als problematisch. Ja, cool. Ik denk. Zeker voor, het laat ik even, alle witte mensen die kijken. Come on, man. Echt, de tijd is voorbij om vast te houden aan hoe het was. Om vast te houden aan, oh, maar het is altijd zo geweest. Oh, ik bedoel het niet zo. Die tijd is voorbij. Echt, open up your mind, open up your eyes en ga gewoon het gesprek aan. En sowieso, weet je wel, als je christen bent, vraag Jezus, vraag God ook om je hart te breken. Als je het gevoel hebt van, maar ik voel het niet en ik heb die liefde niet, vraag God gewoon om je hart te breken voor waar zijn hart voor breekt. En geloof, je gaat mensen anders zien. Mm. Dus ja, zeker to all the white people out there, come on, speak up. Kom. Nee, really want to ask the church, as a black person, we need you. Yes. We need you. We are the body of Christ. We are the light of the world.
Mm-hmm. We are the salt of the earth. Yes. And but this is literally the moment to be light and to be salt. Yeah. And to spread genuine Jesus love out there and to make a difference, because I believe that from this moment on, from this moment forward, things are not going to be the same. My grandkids are not going to go through what I went through. And that's all going to be because of the power of Jesus that's going to be pushed out on this season. Yes. Nou, thank you. Ik wil afsluiten met een. Het is niet mijn eigen woorden van Carl Lenz. Over zijn preekstel van Know Your Role. En dat hebben jullie allemaal een beetje ook genoemd. Zeg maar, ken je rol, zeg maar, in dit seizoen, in deze movement, zeg maar, en de fight against racism. Yeah. En hij zei van, weet je. We moeten dit gaan behandelen alsof wij de COVID-19 behandelen. En het eerste wat we moeten doen is, we have to assume you have it. Ga ervan uit dat je het hebt. En ten tweede, listen to the experts. Intentional listening, daar hebben we ook vanavond vaak over gehad. En ten derde, be willing to change our entire lives to overcome it. Ik wil hiermee afsluiten. Ik wil iedereen thuis bedanken die hebben meegekeken. De mensen die ook achteraf nog gaan kijken. Als je vragen hebt, zeg maar, naar aanleiding van dit gesprek. Of graag nog met iemand wilt praten. En stel dat je niemand hebt in je omgeving. Wij zijn beschikbaar. We kunnen iemand beschikbaar stellen. Yes. We want to help you on this journey. Wij zijn aan het leren. So, jij mag ook stappen ondernemen om wat meer te leren. Er zijn heel veel goede tips online. En websites met goed informatie. So guys, thank you for your investment. En tot de volgende keer. Yes. Yes. Thanks. Thank you guys very much. Thank you. Take care.